Goedendag, ik ben Jan-Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken naar deze serie video's. Dit is de laatste in de serie van het eindexamen HAVO 2012 tijdvak 1, opgave 22. Bereken in welk jaar de gierzwaluw dan voor het eerst meer dan 115 dagen in Engeland verblijft als de genoemde trends zich voortzetten. Oké, we hebben dus allerlei trends waar we blijkbaar rekening mee moeten houden. Even kijken in welk jaar de gierzwaluw voor het eerst meer dan 115 dagen in Engeland is. Dus we willen meer dan 115 dagen hebben. Ik schrijf gewoon de basisgegevens altijd even op. Dan kan ik namelijk daarna uit die dingen veel meer halen dan uit het verhaaltje. Verder staat sinds 1980... even kijken. Elke 10 jaar. ...0,6 dag vroeger. Even kijken. Samen met het vroeger worden van de terugkeerdatum leidt dit ertoe dat de verblijfsduur langer wordt. Ga ervan uit dat in 1980 de verblijfsduur 100 dagen is. Even kijken, dus in Engeland is de verblijfsduur 100 dagen in 1980. Nu gaan we nog eens een keer kijken in Engeland wordt, omdat het een land verblijft. Oké. Uit zelfs onderzoek vertrekdatum, die wordt elk jaar 0,6 dag vroeger. Samen met het vroeger worden van de terugkeerdatum. Dus dan moeten we toch de terugkeerdatum er ook hebben. Dus even kijken. Hij vertrekt. Nu ga ik de puzzel oplossen. Hij vertrekt 0,6 vroeger. Maar hij komt 3 dagen. Even kijken. Hij komt ook 3 dagen vroeger aan. Dus per 10 jaar kun je ook zeggen dat hij netto 2,4 dag langer blijft. En we begonnen in, even kijken, we begonnen met 100 dagen in 1980. Per 10 jaar gaan we 2,4 dag langer. Dus als ik hier een simpele tabel van zou maken, zou ik dus zeggen 1980, 1990, 2000... 2010, 2020, 2030, 2040 enzovoort. In 1980 zit hij er dus 100, 102,4, 104,8, 100, hoe dat is moeilijk, 106, 107,2, etcetera, etcetera. En dat is een rampzalig ding om te doen. Wat ik veel handiger vind, maar dat is omdat ik van formules hou, is een formule opstellen. En daar zeg ik even, de verblijfsduur is die 100 dagen die ik in het begin heb. Plus 2,4, even kijken, plus 2,4 keer t. En ik zet er even een tientje bij, dat ik dat voor 10 jaar heb. En ik wil hebben dat dit na 102, of dat ik op 122 uitkom. Oh, 122 op 115 uitkom. Sorry mensen. 115 uitkom. Ik weet niet waar 122 vandaan komt. 115 is 100 plus 2,4 t 10. Daar kan ik dan ook van gaan maken. 15 is 2,4 keer t 10.
Dus die T10, de tijd van aantallen keer 10 jaar, is 15 gedeeld door 2,4. Daar pak ik even mijn rekenmachine voor. Hup, ga eens aan jij. 15 gedeeld door 2,4. Dat is dus na 6,25 tientallen jaren. Oeps, nu ben ik heel slordig aan het schrijven. Het wordt wat laat op de avond blijkbaar. Dus na 6,25 tiental jaar. Dus dat zou in principe zijn 6,25 tiental jaar is 62,5 jaar. Zwaluwen komen niet ergens halverwege het jaar binnen. Dus het eerste jaar dat dit gebeurt is na 63 jaar. En we moeten een jaartal geven. Nou, het jaartal dat we hier hebben. We begonnen in 1980. Daar moeten we nog 63 jaar bij optellen. Dus dat ga ik nu ook maar even doen. 1980 plus 63 is 2043. Dus in het jaar 2043. Deze tabel die ik hier had gemaakt had je natuurlijk ook kunnen maken. En had je ook mee door kunnen spelen. Maar de berekening was de betere optie geweest. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Kijk vooral op free-academy. Ik kan geen Nederlands door elkaar praten. Kijk vooral nog eens een keer op deze website die ik nu ga schrijven als mijn pen niet meer hapert. Voor de hele index van alle filmpjes, etcetera. Kijk op voorbeta.nl voor meer informatie over bijlessen. Examentrainingen wiskunde A, wiskunde B geef ik niet. Dit jaar, misschien volgend jaar wel, of dat ik daar nog wat mensen voor gevonden heb. Maar als je hier gewoon wil komen oefenen en vragen wil stellen, enzovoort, dan ben ik sowieso altijd bereikbaar op dit nummer. Op voorwaarde dat ik niet voor de klas sta. Dat doe ik elke dag van 8:30 tot 3:00. Of dat ik bij Foberta aan het werk ben. Maar dan kun je me tussendoor wel even bellen. Tot een volgende keer. En succes met je examen.